Dit voorjaar ben ik voor de derde keer vader geworden. En in ons gezin hebben we nu 3 snotneuzen. Het is heel leuk, ook doodvermoeiend, maar ook heel leuk. En het was dit voorjaar en zeker deze zomer dat ik zoveel mogelijk tijd bij mijn kinderen en met mijn gezin heb doorgebracht. Ik noem het een soort van verlengde vaderschapsverlof. Zoveel weken in een zomer ben ik eigenlijk nog nooit vrij geweest. En dat deed ik omdat ik dacht, ik moet bij mijn kinderen zijn. Ik doe dit vak nu 10 jaar. Ik moet ook weer eens even wat meer tijd thuis hebben. Gewoon met ze spelen zonder dat papa weer op zijn horloge moet kijken. Voor het geweld door een woordvoerder die achter in de zaal zit, dat je weer aan het werk moet. Gewoon zonder stopwatch met elkaar zijn. Van elkaar genieten. En ik deed dat voor mijn kinderen, maar eigenlijk heeft deze zomer mij veel meer gebracht. En mijn oudste die zei tegen mij, papa, jij bent toch Jesse Klaver? Ja, ik ben Jesse Klaver, maar allereerst ben ik jouw papa. Nee, je bent wel papa, maar je bent ook Jesse Klaver. Ja, dat klopt. Ik ben ook Jesse Klaver. En dat stemt mij enerzijds vrolijk. Mijn oudste zoon komt op een leeftijd dat hij steeds vaker wordt aangesproken op zijn bekende vader. En dat is niet altijd leuk. En ik hoop dat hij een onderscheid kan maken tussen de fractievoorzitter van GroenLinks en de kritiek die hij daar misschien op krijgt en wie zijn vader is. Het liet me ook weer zien dat je als fractievoorzitter een merk kan zijn. Een imago. Iets wat beheerst moet worden. En beheerd. En voordat je het weet, ga je gedragen naar hoe andere mensen denken dat jij bent. En deze zomer nam ik voor mezelf een besluit. Ik stap uit die mal. Anders kom ik en komen wij als politiek volgens mij niet verder. We moeten dat als mensen regelmatig doen. Zoals we dat ook met onze kinderen proberen. Voorzitter, het zette mij aan het denken over al die jaren hier in de politiek en hoe wij met elkaar hier in het parlement werken en welke rol en bijdrage ik daaraan lever. En dat stemt me somber. Ik moet constateren, en ik zal de eerste zijn om te zeggen dat ik er zelf aan meewerk, dat we behoorlijk bezig zijn met scorebordpolitiek. De eerste willen zijn. Een debat willen winnen. De vraag die centraal staat, ook in aanloop naar deze politieke beschouwing, is toch, wie gaat het goed doen? Ik heb begrepen dat jullie allemaal cijfers hebben gehad van de krant. Dat jullie wel een zesjeskabinet zijn met toch de kans op verbetering. Maar te vaak zie je dat we bezig zijn met de vraag, wie wint een debat? Wie komt hier als winnaar uit? In plaats van dat we kijken naar welke problemen er zijn opgelost. En vangen we elkaar vliegen af. Kijk naar de dividendbelasting vorig jaar. Ja. Ga er even goed voor zitten, zeg ik tegen de premier. Ik ben ontzettend blij dat onze oppositie ertoe heeft geleid dat de dividendbelasting en de afschaffing daarvan niet is doorgegaan. En kranten kopten, het favoriete speeltje van de oppositie is weg. En de eerlijkheid gebied te zeggen, soms voelde dat zo. En dat is niet goed. Ik voelde tot in het diepst van mijn ziel, zoals sommige mensen het hier zouden verwoorden, dat dit een verkeerd besluit was. En ik ben dolblij dat het van tafel is. Maar denken, oh jee, nu is het van tafel, wat is het volgende punt waarop je een kabinet kan aanvallen, is niet de manier waarop je met elkaar politiek zou moeten bedrijven. Je bent ergens voor of je bent ergens tegen, maar het zoeken naar waar zit nou de zwakke plek, dat is niet de manier waarop we Nederland verder krijgen. De voorzitter zei voordat we met reces gingen in haar bijdrage, ik moet zeggen om 4:30 ochtends was het niet meer tot mij doorgedrongen. Maar ik heb het teruggelezen over de hoeveelheid debatten die we hebben staan. Meer dan 200. Als we nu een debat aanvragen, dan zijn we over 2 jaar aan de beurt om dat debat te voeren. Alsof het dan nog actueel is. Er staan nu debatten op de lijst die 2 jaar geleden zijn aangevraagd over onderwerpjes waarvan ik me afvraag, moeten wij daar met elkaar over bezig zijn? Terwijl die grote thema's van onze tijd vragen op hoofdlijnen debatten. Voorzitter, dit najaar moet dus wat mij betreft gaan over politieke strijd. Want ook al zeg ik hier, wij gaan niet zomaar tegen die begroting stemmen of tegen het belastingplan. Tegen de coalitie en tegen het kabinet zeg ik wel, leg het maar uit. Leg het maar uit aan kinderen in het onderwijs, aan ouders, aan docenten, dat er niets extra's wordt gedaan om het lerarentekort op te lossen. Leg het maar uit.
dat we zoveel geld op dit moment hebben in onze Nederlandse economie, op onze begroting, dat we het verschil tussen het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs en de verschillen in salarissen niet oplossen. Leg het maar uit. En leg het maar uit aan mensen in de zorg die voor 15 euro per uur mensenlevens redden. Dat we ondanks alle welvaart die we hier hebben en een begrotingsoverschot, dat we niks doen om hun salaris te verbeteren. Leg het maar uit. Leg het maar uit dat er nog steeds kinderen zijn met zulke complexe problemen. Omdat ze bijvoorbeeld in hun jeugd zijn misbruikt. Of omdat ze, dat ze een depressie hebben. Dat ze een eetstoornis hebben. Dat hun problemen zo complex zijn dat ze tussen wal en schip vallen. Dat de gemeentes, wie verantwoordelijk zijn voor die zorg, niet voor de zorg voor ze kunnen dragen. Leg het maar uit dat we daar niks aan zouden doen. En leg het maar uit dat mensen die het slachtoffer zijn geworden van een zedenmisdrijf, dat die soms maanden tot een jaar moeten wachten voordat ze gehoord worden. Voordat de vermoedelijke dader wordt gehoord. Leg het maar uit dat we daar niks met elkaar aan doen. En leg het maar uit dat we straks 130 kunnen blijven rijden op snelwegen, maar dat de woningbouw in gevaar komt. Leg het maar uit. Want het is niet uit te leggen. Dit zijn no-brainers. Dit zijn zaken die we met elkaar zouden moeten regelen. Niet vanuit een politieke strijd omdat we één moet winnen of de oppositie gelijk moet krijgen, maar de oppositie. Maar omdat dit het beste is voor Nederland. En als we aan het einde van het jaar terugkijken naar hoe wij het als parlement hebben gedaan, dan gaat het niet om over welke cijfers ieder van ons hier krijgt. Als we deze problemen niet weten op te lossen, dan verliest Nederland en dan verliezen wij als politiek allemaal. Omdat mensen er niet op kunnen vertrouwen dat we deze zaken fixen.